In deze video gaan we vissen met dood aas en doen we zoete aasvis tegen zoute aasvis. En dit zie je in deze video. Ja, hangen. Hé, deze weg. Ja, hebben. Kijk, zie. Mooie vis. Oh, mooie vis, man. Dikke vis. Lekker. Dames en heren, we hebben een uitslag. Zo, hallo allemaal. Welkom terug op kandelglazen.nl. Mijn naam is Lau. En ik ben hier vandaag met Joris. En we zijn vandaag in de polder. En we gaan vandaag een leuk experiment doen. Joris is de doodaaskoning. De karpervissende doodazer is het. Dus ik ga vandaag weer mee met Joris en we gaan met doodaas vissen. Maar we gaan niet zomaar doodaas vissen. We gaan namelijk met twee verschillende soorten aasvis vissen. We hebben hier zoete aasvis, dus vorens. En zoute aasvis. We hebben sardines en horsmakrelen mee vandaag. En ja, we gaan kijken of één van de twee beter werkt. Of überhaupt een verschil merken. We zijn in de polder, we gaan lekker actief doodaas vissen. Veel stekjes, we zijn bij de brugjes, dat soort dingen. We hebben een klein beetje ijs op het water, maar zo te zien bij de brugjes niet al te erg. Dus we kunnen wel omheen vissen. We gaan lekker actief vissen, vooral veel stekken afvissen, een beetje driften. En dan gaan we kijken of we een paar mooie snoeken kunnen vangen. Let's go! Let's go! Zo jongens, we hebben allebei twee hengels vandaag. En aan allebei vissen we met een zoete en een zoute aasvis. Dat is wel zo eerlijk. Aan deze hengel doe ik een mooie voren. Nou, even kijken of de zwemblaas goed lekker is van deze. Anders hangt je aasvis niet mooi recht in het water. Perfect. Oké, de veuren die gaat erin. Ja, beet. Voor de zoute aasvis een mooi sardientje. Die zijn wat zachter dan de voren, dus ik moet er echt voorzichtig mee inwerpen. Maar ook wel weer een mooi maatje zo. Ik ga eens even kijken of we verschil gaan merken tussen een zoete aasvis en een zoute aasvis. Zoute aasvis stinkt in ieder geval uit de verpakking al iets meer. Ik ga deze dobber iets meer hierheen gooien, want ze driften mooi mee met de... Ze driften mooi mee met de wind, dus dat is perfect. Kun je zo een heel groot stuk van de sloot afvissen zonder veel te moeten ingooien. Deze dobber ligt er ook in. Gaan we even kijken wat Joris er voor aasvis aan gaat doen. Oké, Joris. Jij doet sowieso ook een voorn aan de ene hengel. Yes, maar op de andere hengel waar jij met een sardine vist, ga ik met een horsmakreel vissen. Dit jaar al veel succes gehad op de horsmakreel. Dus ik geloof erin dat dat hier ook gewoon gaat werken. Het is net wat taaier, dus heb je niet zoveel moeite met het inwerpen dat je hem eraf gooit. Mooi door de rug, staat hij mooi rechtop. En dan moet het gaan doen. Let's go! Hatsa! Dat gaat hem worden, voel het. Absoluut. Mooi! Prachtig! Welke gaat het doen, denk je? Welke gaat beter werken? Ik ga toch voor de horsmakreel. Ja? Ja, ik ga voor de... weet ik niet, maar... Ik ga toch echt voor de voren. Ik denk dat de voren het beter gaat doen. Maar we zullen het zien, jongen. Nou, gooi deze er ook maar gauw in. Dan liggen we met vier hengels te vissen. En dan wordt het hopelijk, hoeven we niet lang te wachten tot de eerste dobber onder gaat. Hatsa. Let's go. Nice. Nog even een klein tipje als je hengel graag wilt neerleggen. Leg hem niet zo neer, dan leg je namelijk je molen echt in de troep. Leg hem zo neer. Dan lig je gewoon de slinger van je molen op de grond. En dan houdt hij de spoel eigenlijk vrij. Dus dan kan er bijna geen troep in je molen komen. Dus wil je hem graag neerleggen op vieze grond? Leg hem dan vooral zo neer. Oh jongens, wat is het? Taai! Het is echt ongekend, jongens. We stappen nu in de auto. We hebben nu echt goede 2 uur gevist. Hiero, echt 100 stekken. 100 stekken waarvan je normaal zegt van nou, daar zitten ze sowieso. Gewoon helemaal niks. Helemaal niks, geen stootje. Helemaal niks. Dus we gaan nu de wagen intrappen. Dan gaan we eens even kijken of we. Als Joris de. Hé, hey, jij doet het. Stuur vlot. Ga eens even kijken of we nog op een andere stek. We gaan iets stedelijker nu. Een beetje tussen de huisjes. Gaan we kijken of misschien iets warmer water. Misschien iets meer vis heeft. En dan gaan we daar even heen. Juist hem. Let's go. Zo jongens, nieuwe stek. Nieuwe aasvis. Bij de vorige stek vloog mijn sardine er op het laatste moment af. Dus we moeten er even een nieuwe eraan doen. Die sardines zijn een beetje zacht. De vorens gelukkig konden we nog opnieuw gebruiken. Maar het wordt wel tijd voor een nieuwe sardine. Gelukkig ruiken die zo lekker. Oh, wat een geur. Nou, sardientje door de rug. Hup. Prima, die gaat ook de pomp in. Ah nee, zit in de boom.
toen af en dat vonden wij best... Hij zit erop hoor. Ja, ja, hij heeft hem. Hij heeft hem. Op. Dat is de horsmakreel, dames en heren. Is hij nou zo moeilijk aan het doen of is het een kleine vis? Hij moet even weglopen. Ik weet, dat gaat nu gebeuren, denk ik. Zal ik maar gewoon slaan? Ik zou strak draaien en dan map je. Ja, hebben. Hij is wel 12 centimeter. Lekker. Oh, niet op die andere lijn. We gaan hem hier pakken, man. Perfect gehaakt. Pak die leader, pak die leader. Hey. Eindelijk, mijn jongen. Boom. We hebben er echt om over moeten vissen. En die kan zo los. Hatsa, prachtig. Boom. De eerste van de dag, jongen. Ja, we hebben er even op moeten vissen. Uitstekend gekleurd, hè? Dat, prachtig, de polderwater vis, jongen. Polderwater. Schitterend. Op de? Op de horsmakreel. Ja, dus 1-0 voor zoute vissen, jongen. Exact. Nice. Hatsa, we leggen hem terug. Oh, oké. Okay. Nou, daar ging die. Haha, klasse, ouwe. Lekker. Lekker. Die vis die we net zagen, heb ik gevangen op de horsmakreel. Nou, dat gaan we dan ondertussen doen. Gewoon een nieuwe horsmakreel eraan. Dan gaan we hopen dat we er nog een vangen. Dan wellicht een wat groter exemplaar. Kijk. Geen idee wie dit daadwerkelijk ook zal eten, maar snoeken vinden het lekker. Dat is wat wij belangrijk vinden vandaag. Zo. Hup. Boven de rugvinnetjes, zodat hij mooi recht hangt. Perfect. En dan gaan we hem weer te laten laten, jongens. Klets hem erin. Huppakee. Op naar de volgende snoek, jongen. Let's go. De eerste is binnen. Boom. Yo, yo, yo. Ja, hangen. Ik weet niet wat er in deze hengel zit, maar hij hangt wel. Goeie vis. Nee, hij valt mee. Iets groter dan die van jou. Ja. Hoi. Oh, hij is los. Nou, we tellen hem wel. Want het was in ieder geval een aanbeet. Weer op de horsmakreel. Hier, de gelukkig ziet de horsmakreel er nog aan. Ja, dus... De baas was er niet bij natuurlijk. Dat zal het zijn. De baas was er niet bij, hè. Dus helaas schoot hij los, maar het was de tweede beet van de dag. En weer op de horsmakreel, dus op de zoute vis. Ja, ik liep net naar mijn andere hengel toe en ik zag in één keer de lijn van de andere hengel strak trekken. Dus ik had niet precies gezien hoe lang de hengel al onder was, of de dobber al onder was. En ja, ik dacht ik sla maar gewoon. Je weet het nooit zeker. Dus dat is ook een tipje voor jullie als je dobber een tijdje onder is. En Joris zit hier met de voor en achter me langs te zwengelen. Als je dobber onder is en je weet niet precies hoe lang die al onder is, sla gewoon aan. Beter een keertje te veel aangeslagen en dat je hem dan mist, dan dat je te lang wacht dat die snoek straks met een haakjeslok daar rondzwemt. Maar goed, in ieder geval de tweede aanbeet op de horsmakreel. En het lijkt of het een beetje gaat lopen nu, dus wie weet krijgen we op dit stukje nog wel vaker beet. Kijk. Kijk, zie. Ja, het topje gaat vast. Ben ik slap? Ja. Even de zeker weer weg. Ja, kijk eens. Oi, 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 oi. Kon ook niet anders, hè. Op de voren. Op de voren. Oeh, hij is echt heel licht gehaakt, ouwe. Wil jij hem pakken? Yes. Yes! Haha! Op de voren, jongen. Kijk eens. Wat mooi gehaakt ook weer. Ja. Als je je bekje over doet, dan kunnen we hem zo lostikken. Ja, hij wil zijn bek alleen niet over doen. Yes. Zo. Dat ze het voor dan gewoon snel slaan. Zo, jongens. De derde snoek van de dag. Of de derde aanbeet van de dag eigenlijk. Die deze blijft hangen, dus... Ja, de derde snoek die telt eigenlijk vandaag. En op de voren deze. Ik zag hem net uit de kant schieten. We hebben hier een plekje gevonden met heel veel aasvis. En dat kon eigenlijk niet anders. En Joris en ik wouden net weggaan. En op dat moment zie ik een vis uit de kant schieten. Ik zeg, hey, wacht, hier zit hij. En ik gooi mijn voren erbovenop. En het is bingo. Super mooie vis. En dan gaan we weer netjes terugzetten. Hij is dun, man. Ja. Voor een winter. Is, oké. Okay. Daar gaat hij. Yes. Het moest, het kon niet anders hier. Boom. Lekker. Bim. Zo jongens, het was dus geen slechte keuze om naar die stek van te straks te gaan. 3 aanbeten en 2 vissen gevangen. Dus al met al niet slecht. Het is ondertussen lunchtijd. Dus ik ben wat lekkere hamburgers aan het bakken. En we zijn nu even op een nieuw stekje. Ja, zo tussendoor stekje hier zo bij een bruggetje. Bootjes, dus het ziet er in ieder geval mooi uit. Joris staat hier achter bij de hengels te kijken in de hoop dat we een beet krijgen. Ik ga even wat hamburgertjes klaarmaken en dan gaan we hier even eten. En dan door naar de volgende stek. Hopen dat we nog een visje of wat erbij kunnen vangen. Tot nu toe staat er 2 in het voordeel van de zoute aasvis. Maar dat kan allemaal zomaar nog veranderen. We gaan in ieder geval even eten en dan zien we jullie zometeen bij de volgende stek. Geen grote vis. Ratsje.
Lekker! Mooie vis. Oh, mooie vis, man! Dikke vis! Nee! Dat was dik 90er, makkelijk. Holy shit, ouwe. Hoe heeft hij die vis niet? Nee! Je kijk, heeft hem amper gehad dan. Oh. Zo'n mooie aanmeet, gast. Naast het stroomminkje hier zo. Machtig. Dat is een dikke 90er, man, als het geen meter was. Hij was echt groot, zag je hem? Ja, hij was groot. Hij was echt groot. Ja, die was groot. Ga er opnieuw in, pik. Ja, die gaat hem niet meer pakken, denk ik. Oh mijn god, dat was echt een dikke vis, jongen. Ja. Kanonnen. Oh. Kanonnen. Weer op de horsemakreel ook gewoon, hè. Oh nee. Dat is echt bizar. Dat is echt bizar, dat is echt niet grappig. Ja jongens, een behoorlijk bitter momentje. Eindelijk weer beet. En echt een mooie vis, dikke 90er. Misschien een meter, was in ieder geval echt een grote vis. En dan schiet hij los. Ongelooflijk, maar ja, het hoort bij het spelletje. Maar zonde is het wel, echt frustrerend. Eindelijk een keer een mooie vis en dan schiet hij er zo af. Maar ja, het hoort bij het spelletje zoals ik al zei. En het is weer een puntje erbij voor horsemakreel, maar we hadden hem natuurlijk liever gevangen. Maar goed, ja, dat is een typisch plekje hier zo. Stroomuitlaatje, dobbertje ernaast en het was gewoon ploep, mooi onder. Helaas, nou ja, op naar de volgende vis. Joris, wat doet er, wat gebeurt er nou? Waar hangt de lijn nu? Oh, daar zit de dobber. Aan de andere kant van de baken. Hoe dan? Kijk. Okay. Oh. Hey, we hebben hem wel. Aha. Wacht even dan. Oh. Lekker pik. Ja hoor. Mooie vis? Hij komt hierheen, hè? Oh, mooie vis hoor. Lekker. Waarom zit hij op de horsemakreel of niet? Ja, ja, ja. Halleluja. Lekker, gozer. Oh, mooie vis hoor. Kijk hoe die horsemakreel. Lieve touch. Een plaat. Nee. Zo, die gaat al naar de 80 hoor. Ja, dat is een mooie vis. Ik zag ook een zieke kolk achter die dobber. Vist hij hem net binnen of niet? Ja, ik had hem van ingeworpen. Yo, we hebben hem. Hola, hey! Mooie vis, hé. Nice! Deze vis ken ik al, hè? Ziek. Hij ging echt direct onder. Kijk dan, perfect gehaakt. We gaan hem ook even meten. Tuurlijk. Yo. Cheeky 86. Ja joh. Ja joh. Lekker pik. Hij zegt dat zelf weer. Nou. Ik weet niet wat hij aan het doen is, maar het is een mooie vis. Ja, stil hou. Kijk. Hij probeert nog te zwemmen zo te zien. Ja. Hoe lang was hij nou? 96? 1,20 meter. 96. 85 is hij. 85. En op de? Op de horsemakreel. Yes jongens, nummer 4 volgens mij voor de zoute vis. Een beetje een gek rugvinding heeft hij. Mooi. En een vette gele vlek hier, maar wow, oké. Okay. Nou, die is weg. Tjallas. Lekker pik. Gruwelijk. Ja, ik heb het beter, beter. Hij is weg, ja, ik zweer het. Oh, goed zo. Mijn beurt, toch? Ha. Kan het slaan? Ja hoor. Ja, hangen. Oh! Nee! Op de voren, Joris. Op de voren. Oh, helaas. Ga opnieuw ingooien. Zo jongens, ik moet eerlijk zeggen dat we een beetje de tel kwijt zijn ondertussen. Hoeveel aanbeten waarop. Maar dit was in ieder geval weer een aanbet op de voren. Volgens mij de tweede aanbet, als ik het goed zeg. Joris staat me uit te lachen, maar weet jij nog wel dan? Nee, eigenlijk niet. Nee, dat bedoel ik. Maar goed, jullie zien het hieronder in ieder geval in beeld hoeveel, hoeveel we beet hebben gehad op de aasvissen. Ja. Door. Klein. Nu hangt die wel. Dit is een kleintje. Ja. Mogen zijn vis. Maar dat geeft niet. Op de horsemakreel. Hij heeft Joris ook weer B, kijk dan. Als jij me zo rustig wil, dan hebben we hem nog. Kijk dan. De kaas voor die horsemakreel. Oh,
Hou hem eraan, hij zit er nog aan. Hou je mee weg. Kom. Als jij de hengel pakt, dan zal ik die vis pakken. Oh, kijk hoe die zit. Dit was mijn eerste haakje. Ik denk het ook niet, ouwe. Ik denk dat hij gewoon klem zit. Ja, joh. Kan wel. Wacht, dit moet je even zien, Joris. Ja, volgens mij zit hij helemaal niet eens gehaakt. Ja, er zit echt een minuscuul puntje zit erin, maar hij zit vooral gewoon heel erg klem. Ja, als je dit zo doet, dan heb je hem al los. Hij is al los, als je nu gewoon klem. Oh, kijk uit. Het is onze laatste horsmakreel die ontdooid is, dus we moeten er een beetje voorzichtig mee zijn. Ja, bijna. Ja, lekker. Nice. Zo jongens, ik denk vierde of vijfde snoek op horsmakreel. Net die ene gelost en Joris die was zich aan het opdrukken erboven en in één keer verschoot die andere dobber ook weg, dus ik had hem als eerst. Maar de volgende vis is weer van Joris en echt in 5 minuten tijd 2 aanbeten hier, dus ik heb zo'n gevoel dat er nog wel meer zitten. Deze jongen mag in ieder geval weer lekker zwemmen. Jullie zien de score hieronder, wij weten het niet precies meer, maar deze jongen telt in ieder geval ook weer. Ik denk, volgens mij uit mijn hoofd nummer 4 of nummer 5. Ik denk nummer 5 voor de horsmakreel. Doei! Nice. Beam, boom. Altijd lekker jongens, bloed aan de vingers. Dan weet je in ieder geval dat je wat goed hebt gedaan. Zo, daar hebben we net een snoek al mee gevangen. Ja, je ziet, er staan inderdaad ook wel wat krassen in. Maar dat is geen probleem. We doen hem er gewoon nog een keertje aan. Kijk, die snoek had hem net echt goed te grazen. Maar hij doet het nog. Blaf hem er gauw in, dan gaan we hier nog een snoek vangen. Want er zit er hier sowieso nog een. Oh ja, die wel. Hé, hey, ja, kom maar. Ga maar los, kom maar. Op de sardine gaat. Oh mijn god, op de sardine. Oh mijn god, op de sardine. Kaboom. Oké, Joortje, lekker. Ging die mooi weg? Ja. Lekker. Derde aanbeet op dit stukje. Echt in een kwartier. Ik ruik de sardine nog. Zal ik hem maar gewoon een peer geven? Nou, peert hem maar eens aan de haak, jongen. Hoppa, hang om. Hang om. Klein peer. Oh, dit is wel echt heel klein. Oh, dit is wel echt heel klein. Dit is echt heel klein. Dit is een half punt voor de challenge. Het is echt een half punt. Wie de kleine niet eert, pakt de grote niet bij zijn steer. Wat een monster. Wat een monster. Ik had bijna bootflip voor deze. Kijk, oh hij struikt, dat is makkelijk. Nou kijk eens, dit is... Als je hem zo houdt, dan lijkt hij nog een beetje groot. Ja, precies. Zo. Nice. Vingers eronder. Nummer 6 denk ik voor de zouten vis, hè? Ja. Echt een bak, we hebben net besloten om een sardientje eraan te doen. En gelijk een dikke bak, maar maakt niet uit, hij telt voor de challenge. Exact. En hij mag gewoon lekker zwemmen, want hij is klein. En ik denk dat we hier nog wel deze even goed doen. Ja. Hij won. Ja, nu is hij goed. Ja. Nou, mooi. Nou, dan gaat hij weer. Doei. Lekker. Nice man. Op de sardine. Toch een mooie. Zo jongens, laatste stekje van de dag. Voor de laatste keer ingooien. Dus even kijken of het laatste kwartiertje nog wat wordt. Dames en heren, we hebben een uitslag. We moeten eerlijk zeggen, we weten het niet precies. We weten het niet meer. Jullie kunnen het hieronder zien. Maar wat we wel hebben gemerkt is dat de zoute vis beduidend beter gepresteerd heeft. Zeker. Dan de zoete vis. Ik denk dat we 2 of 3 aanbeten hebben gehad op de voorn. En 6, 7... op de zoute vis? Ja, en ook nog eens de grotere op de ja, zoute zeker, vis. Zeker. Dus wat dat betreft was het vandaag duidelijk voor ons dat de zoute vis beter werkt. En die dikke bakken. En waarom? Wat zou het kunnen zijn? De geur van de zoute vis misschien? Ik denk het. De geur van de zoute vis, we weten het niet. De enorme dikke bak die ik loste. Oh, wat zuur. Mochten jullie nou enig idee hebben waarom jullie denken dat de zoute vis beter werkt, laat het zeker even weten in de comments hier beneden. Vergeet ook zeker niet te abonneren hier beneden. En mocht jullie deze video leuk vinden, dan ook zeker even een blauw duimpje omhoog. Voor de rest wil ik jullie super erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie volgende keer bij een gloednieuwe video. Later mensen. Ciao.